Hoi, ik ben Penelope en ik ga vandaag met Marieke van Schaik praten over wat jullie ouders wel en ook juist niet kunnen doen bij het maken van jullie studiekeuze. Hi, ik ben Marieke van Schaik en ik ben keuzecoach bij de Hogeschool van Amsterdam. En ik geef ook voorlichting aan ouders over hoe help ik mijn kind met kiezen. Ja. Vandaag geef ik wat tips mee voor de ouders en dat is zo voor alle ouders. Dus ook voor de ouders die zelf nog niet hebben gestudeerd of die eigenlijk helemaal niet weten hoe het hoger onderwijs in elkaar zit. U kunt zeker uw invloed laten gelden ook bij uw kind en helpen en ondersteunen bij een studiekeuze. Nou, allereerst wat u niet moet doen, en dat heb ik ook gevraagd aan mijn studenten die ik begeleid. Unaniem zegt iedereen pushen. Ik wil niet dat mijn ouders mij pushen. Het gaat eigenlijk veel meer om stimuleren. En dat betekent help met praktische zaken, zoals mee naar een open dag. Help een beetje structureren. Wat zijn financiële risico's? Pushen werkt absoluut averechts. Tip 2. Nou, ik heb hem mee hoor. Nivea. Dit is een afkorting. Prent hem in uw hoofd, dat doe ik ook nog elke dag. En het staat afkorting voor niet invullen voor een ander. Niet invullen voor een ander. Koop zo'n potje, zet het op tafel en help uzelf eraan herinneren dat u niet uw mening hoeft te geven, maar u hoeft alleen maar vragen te stellen. Laat uw kind zijn of haar eigen mening vormen. Open vragen. Vragen die uw kind uitnodigen om zelf te gaan praten. Het is zo verleidelijk als ouders om dingen in te gaan vullen, maar we weten het niet. Uw kind weet het. Uw kind is de expert op het gebied wat hij of zij wil. Wat ik ook aan de student heb gevraagd van wat moeten ouders vooral wel of niet doen, dan komen ze heel vaak op de timing. Ze zeggen, mijn ouders die willen dan 's avonds als ik moe ben, tijdens het eten met mijn broers en zuster bij, willen ze het hebben over studiekeuze. Daar heb ik soms helemaal geen zin in. Wat ook een belangrijke keuze is, is bijvoorbeeld de keuze voor een tussenjaar. Dat is ook een keuze en sta daar open voor. Want dat is voor uw kind misschien ook een belangrijke keuze en zeker ook aan te raden. Een jaar waarin uw kind zichzelf misschien nog kan ontwikkelen verder. En bespreek dan met hem of haar wat er in zo'n tussenjaar allemaal gedaan kan worden, wat hij of zij dan wil. Een studiekeuze kan ook betekenen de keuze voor een studie nog even uitstellen om nog andere dingen te ontdekken en dan veel bewuster te kiezen. Bijvoorbeeld op studiekeuze123.nl, ook op hva.nl, onder het kopje onderwijs staat nog speciaal informatie voor u. En het kan ook best zijn dat uw kind erachter komt na een jaar van hé, dit was toch niet de keuze die ik wilde, deze studie past toch niet goed bij me. Sta dan ook open en heb ook het vertrouwen dat hij of zij ook opnieuw een keuze mag maken. En wij helpen daar ook graag bij als dat nodig is. Laat uw kind ook echt, geef uw kind de vrijheid om zelf dingen te ontdekken. Hoe mooi is dat? Daar leren we toch allemaal het meest van. Nou, ik hoop dat jullie heel veel hebben gehad aan de tips van Marieke om mijn eigen ervaring nog even te delen. Toen ik een studie ging kiezen, werd ik door mijn ouders elke keer meegesleept naar de ene studie, naar de andere. En mijn ouders wilden echt heel graag dat ik het op tijd zou weten. En dat is eigenlijk helemaal niet fijn. Dat werkt heel demotiverend voor een persoon. Ik ben een persoon die altijd alles op mijn eigen gemak wil doen. En ik wil ook alles doen op de manier zoals ik dat in mijn hoofd heb. En als mijn ouders op die manier dan in de weg zitten, dan ben ik geneigd minder snel een keuze te gaan maken. Gewoon om hun te irriteren. Als ouder, als je nou niet naar de voorlichting kan komen omdat het je niet schikt qua tijd, dan is er altijd nog een webinar die je online kan meevolgen. Daar kun je ook eigenlijk heel veel informatie uithalen die best wel nuttig kan zijn. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat jullie het een hele interessante video vonden. Ik vond het leuk om deze video te maken. Dat is het. Doei!